welkom bij mijn derde video. In deze video ga ik mijn 5 beste online marketing tips geven die mij hebben geholpen enorm te groeien met mijn bedrijf. Zorg er weer voor dat je pen en papier in de aanslag hebt, want ik ga je enorm veel vertellen en dan kan je meteen notities maken van wat ik je te vertellen heb. En dat is heel veel, dus schrijf allemaal goed op en natuurlijk het is een video, dus je kan het ook weer heel makkelijk opnieuw afspelen. Nou, mijn eerste tip is: schrijf heel duidelijk je doel op. Wat wil je bereiken? Welke producten en diensten heb je te bieden? En hoeveel klanten wil je de komende maanden hebben voor deze producten en diensten? Dus specificeer dat ook. En maak hier een schema van. Maak een schema per maand. Dus laten we februari erbij pakken. En februari organiseer je een workshop. En voor die workshop wil je 10 klanten. En je wilt 5 nieuwe klanten voor je coachingstraject. En je hebt nog 3 bestaande klanten die je ook nog aan het coachen bent. Nou, als je dat zo op hebt geschreven, weet je precies hoeveel klanten je in de maand hebt en hoeveel je omzet je er naartoe gaat werken. Nou, en dat, zo'n kalender maak je voor het komende half jaar. En zo maak je voor jezelf meteen inzichtelijk hoeveel nieuwe klanten je nodig hebt, wat je doelstelling is voor je omzet. De meest voorkomende fout bij zelfstandige ondernemers is dat ze gewoon maar ad hoc te werk gaan. Ze hebben geen doel om naartoe te werken. Ik weet niet of jij het al hebt, maar heb jij heel duidelijk een doel om naartoe te werken? Nou, als je dat niet hebt, ben je heel verloren bezig. Want deze kalender is echt de basis van alles. Vanuit hier kun je namelijk heel procesmatig en doelmatig en strategisch ergens naartoe werken. En als het niet lukt, dan kan je het bijsturen, kan je jezelf op de kop geven, kan je je aansturen, etc. Nou, schrijf je doelstelling op een heel groot bord en hang dat op kantoor. Zodat je iedere keer weer naar kan kijken en jezelf kan motiveren. En gaat het heel makkelijk, dan moet je ook jezelf oppeppen om het nog hoger te zetten. Nou, mijn tweede tip is: maak een communicatieplan. Hoe ga je ervoor zorgen dat je deze klanten gaat krijgen? Want daar moet je heel strategisch acties voor uitvoeren. Continu acties. En dat moet je heel gestructureerd doen en niet ad hoc. Maak een duidelijk schema voor jezelf. Zet een weeknummer in een rij en maak een kolom. Website, nieuwsbrief, Twitter, Facebook, LinkedIn en natuurlijk ook je netwerkactiviteiten offline. Nou, en vul die marketingkalender per week in. Dus zet erin hoeveel nieuwsbriefartikelen je gaat schrijven, hoeveel Facebookberichten, en hoeveel Twitterberichten en hoeveel LinkedIn-berichten je gaat posten. En de onderwerpen hoeven natuurlijk nog niet voor over 6 maanden bekend te zijn, maar voor de komende maand natuurlijk wel. En ik schrijf 1 keer in de 2 weken een nieuwsbrief en een artikel voor een website. En ik plaats per dag ongeveer 1 bericht op Facebook, 1 bericht op LinkedIn en 5 berichten op Twitter. Raak nou niet meteen helemaal in de stress als het niet altijd helemaal lukt. Maar het is wel heel fijn dat je iets hebt en een houvast hebt om er naartoe te werken. En probeer dat ook wel te bereiken. Nou, mijn derde tip is: heel veel mensen gebruiken een website als visitekaartje. De website is plat. Je kan zien wat iemand doet en dat is het. En dat vind ik gewoon zo zonde. Want het is zorg dat je met je website verbinding legt. Verbinding met jouw bezoekers. Jouw bezoekers zullen na de eerste keer op je website meestal niet meteen een klant van je worden. Iets bij je kopen, een workshop bij je boeken. Daarvoor is meer nodig. De bezoekers moeten je leren kennen. Ze moeten je leren vertrouwen. En daarom is het heel belangrijk dat je veel weggeeft. Waardoor je vertrouwen geeft. Je schrijft artikelen, maakt video's, maakt mp3's. Zorg dat je een connectie opbouwt. En dat kan op verschillende manieren. En die connectie leg je niet in 1 bezoek. Je moet ervoor zorgen dat mensen terugkomen. Dat ze terugkomen op je site of terugkomen bij jou. Op welke manier dan ook. Kan online zijn, kan offline zijn, kan op Twitter, kan op Facebook, kan overal zijn. Daar ga ik je later meer over vertellen. En dan kom ik meteen met mijn 4e tip. Zorg ervoor dat je lijsten opbouwt. Een lijst van mensen die zich bijvoorbeeld inschrijven voor je nieuwsbrief. Maar ook een lijst van mensen die je volgen via Twitter. En een lijst van fans op Facebook. En een lijst van connecties op LinkedIn. Want zo kun je met mensen die geïnteresseerd in je zijn, ja, jouw daadwerkelijke verbinding leggen. En hoe je dat doet, dat ga ik je leren in mijn event.
En misschien zijn niet al die social media interessant voor jou. En dan komt het heel overweldigend over. Maar echt, je kan het gewoon heel procesmatig en stapsgewijs doen, waardoor het niet helemaal vol zit. Nou, mijn vijfde tip is, doe aan marketing. En aarzel niet om te verkopen. Heel veel vrouwen hebben moeite met marketing. Ze denken aan gladde, vieze, slijmerige praatjes van die verkopers. Maar eigenlijk is dat de meest voorkomende, misleidende gedachte bij vrouwelijke ondernemers. Een gedachte die ervoor zorgt dat heel veel vrouwelijk zelfstandige ondernemers moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Ze zeggen, ik ben geen verkoper, ik wil niet verkoper, ik vind het niks, het is niks voor mij. Maar draai het om. Er zijn zoveel mensen die op zoek zijn naar jouw dienst en die op jou zitten te wachten, die jij kunt helpen met jouw dienst. Maar ze weten niet dat jouw dienst bestaat. En de enige die ervan kan zorgen dat jouw dienst bekend wordt bij die mensen, dat jij die mensen echt kan helpen, daarvoor ben jij verantwoordelijk. Je bent er verantwoordelijk voor om anderen te helpen met jouw dienst. En daarvoor is marketing nodig. Jij moet jouw dienst op een aantrekkelijke manier in de markt zetten. Zodat jij van waarde kan zijn voor al die mensen die jij kan helpen. En dat zijn er vast heel veel. En er zijn vast heel veel mensen die nu op jou zitten te wachten, maar niet weten van jouw bestaan. Nou, heel veel mensen vinden marketing moeilijk. Niet alleen door die misleidende gedachten, maar ook omdat ze simpelweg niet weten hoe zij hun product of dienst in de markt moeten zetten. Of omdat al die social media, online communicatiemiddelen, websites, blogs, Facebook, LinkedIn, netwerken. Weet je, het is ook allemaal heel veel als je dat zo in één keer hoort. En dan ga je denken, wauw, wat moet ik allemaal doen? En waar moet ik heen? En waar vlieg ik heen? En hoe doe ik dat in godsnaam? En waar haal ik de tijd vandaan? Dat is ook iets wat ik ontzettend vaak hoor. Je bent natuurlijk ook nog moeder, of je hebt een gezin, of je hebt je sportactiviteiten, je hebt je vriendinnen. Maar als je het echt heel slim aanpakt en een plan opzet, dan kun je een business opzetten met genoeg tijd voor jezelf. Kijk naar mij. Ik ben 31, heb een zoontje van 1, heb bijna 3 bedrijven, ben op mijn 28e begonnen met ondernemen, gewoon door de mogelijkheden van het internet vol te benutten. En mezelf continu te scholen. Gewoon met een laptop, zonder verder kapitaal. En dat kun jij ook. Nou, en op 4 en 5 april organiseer ik het Rijk en Gelukkig Online Marketing Event. Waarin ik je alles leer over online marketing. Zodat jij leert om een slimme business online op te bouwen. Met genoeg inkomsten en tijd voor jezelf. Nou, tot 1 maart heb ik echt een hele speciale introductieprijs van €297 voor 2 dagen. En daarna gaat de prijs omhoog. Nou, onder deze video staat de link waarin je in kan schrijven. En ik beloof je dat het echt een geweldige ervaring gaat worden. En dat je na deze 2 dagen je helemaal rijk en gelukkig gaat voelen. Echt, dat garandeer ik je. Nou, ik heb heel veel zin om je te ontmoeten. Als je nog vragen hebt, mail me, bel me, twitter me, noem maar op. Tot heel snel. Nou, dankjewel voor het luisteren van mijn video's. En ik hoop dat ik enorm inspirerend voor je ben geworden. Tot snel.